Zegbroek College was ik de eerste lichting theaterplan. En met het theaterplan gingen we altijd, kregen we les op het Korenhuis, theaterles. Maar ook gingen we naar de Appel of naar het Nationaal Toneel of dingen in Theater aan het Spui. En daar is echt mijn liefde voor toneel echt gekomen. En ja, het plezier in spelen en het ambacht geleerd. Moederland was de eerste voorstelling dat ik iets maakte wat ik moest maken. Het ging heel erg over de vraag, waar kom je vandaan? Den Haag. Maar mijn moeder is geadopteerd uit Zambia en mijn vader is een oer-Hollandse Hagenees. En het ging heel erg over mijn beeld van Zambia en mijn reis naar het geboorteland van mijn moeder. Of ik nu bij de Nationale Opera een kinderopera met 50 kinderen mag regisseren. Of in een speelfilm met de mannen van Rundfunk. Of mijn eigen voorstelling zoals Moederland. Ik denk dat dat de combinatie is die ik het allerleukste vind. En zolang ik dat mag doen, ben ik ontzettend blij. Ik heb haar gezien toen ze samen met Esther Scheldwacht Moederland maakte. Zij wilde op zoek naar haar wortels, naar haar verleden in Afrika en heeft over haar eigen leven een programma gemaakt. En daarna heb ik haar gezien in afgelopen herfst in The Color Purple. Naomi die heeft een zachte uitstraling, maar ook een hele krachtige kant. En ze is enorm gegroeid, dat moet ik er ook nog bij zeggen. En in The Color Purple laat ze al die aspecten heel mooi zien. Ze begint als een jong meisje, ze wordt een mishandelde vrouw en ze ontworstelt zich daaraan. En wordt iemand die voor zichzelf opkomt en krachtig voor zichzelf staat. Die ontwikkeling is heel mooi om te zien. Daarbij komt dat ze ongelooflijk mooi zingt. Daar komt heel veel power tevoorschijn. Ze zoekt altijd naar een echte motivatie en een echt engagement met dat wat zij wil vertellen.